Nou, het is weer tijd voor het vaste onderdeel van deze zondagavond. Dus het wordt van mij weer verwacht dat ik weer een of andere flashback doe. Dus daar gaat ie. Zijn er ook dingen waar we jou 's nachts voor wakker kunnen maken? Wat vind je nou heel erg leuk? Autorijden. Ja? Ja. Waarom dan? Ja, het snelle, dat vind ik mega kick gewoon. Een bloedsnelheid over het circuit te gaan. Maar dan ook nog een bepaalde auto? Ja, je zou nu in die nogal cup die komt. Ja, dat vind ik geweldig. Een nieuwe mooie auto die 650 en daarmee op het circuit. Dat is natuurlijk helemaal top. En ik zou ook wel een keer in die Formule auto willen zitten. Lijkt me ook geweldig. Eén keer in zo'n Formule 1 auto. Racen. Ja. Midden in de nacht met dit weer. Nou, ik heb wel van stuurtje. Ik hoop dat hij het leuk vindt. Het is toch, hoe laat is het nou? Een uur of 5. Zo. Ik hoop dat hij daar wakker wordt. Ik begin er een beetje handigheid in te krijgen. In dat aanbellen. Ja, nu maar even wachten. Ik bedoel, je schrik je toch gek natuurlijk om precies te zijn om 4:15. Nou, het is 5:50. Hallo? Er gaat wel iets. Hey Rick! Hey! Godzalig zeg, hé. We gaan racen! Ja, ik zie het. Kleed je even aan! Hier in de straat? Nee, we gaan naar het circuit. Hè? Ja! Gek man. Ja, echt waar. Waar kan ik je 's nachts voor wakker maken? Racen in een formulewagen. Ik zag het van de... Dus doe even wat makkelijks aan, even een paar makkelijke schoenen. Ja, even, moet ik wel even aankleden. Ja, ik wacht wel even. Ja. Ik heb de hele nacht. Ik denk, godverdomme, als de politie zegt, wat gebeurt er nou allemaal? Zal ik hetzelfde doen als wat Eusel de weer van de week? Dat ligt aan jou. Was die zo goed voor Eusel? Dit is heel goed voor je carrière als je met me meegaat. Hey, maar ik mag er wel echt in zitten. Ja, we gaan echt racen. Is dat een demootje? Nee, echt. Ik heb hier het stuur. Hij doet het helemaal. We kunnen. Oké. Ja? Godverdomme, zeg. Ik zie je zo, hè? Ja, oké. Ook makkelijke schoenen. Ja. Ja. Oké. Nou, verwachten. Racen in een formulewagen. Ja. Nou, daar staat hij. Ja, je ziet het. Godver, gaaf, man. Michel Blekeman. Heeft iemand je overigens wel eens gezegd dat jij er onwijs goed uitziet om 5:30? Nee. Heb je een strijkbout toevallig? Jezus, man. Het lijkt of je... Nou, wat heb je gedaan, zeg? Ja, maar ik ben met een stok tegen. Ik ben jongen ook wel. Ik lag de hele week een weekend in mijn nest. En gisteren was ik eruit, maar dan was ik verkouden nog. Eigenlijk is het gewoon onverantwoord wat ik nu hier doe. Heb je een jas bij je? Nee, neem die mee? Pakken, ja. Of gaan we... Sleutels? Ja. Al die toestanden? Wat gaan we doen dan? Nou, naar het circuit. Ja, dat weet ik niet. Nou, ik zweer het je, we gaan naar Zandvoort. Jezus Christus. Moet ik wel? Nee. Ik dacht een geintje was wel. Nee, natuurlijk is het een geintje. Kan die deur dicht? Ja, pak even een jas dan wel. Ja, pak even een jas. De geintje. Ik maak nooit een geintje. Ja, ik sta helemaal niet meer bekend om mijn geintjes. Hij is nog een beetje slaapdronken volgens mij. Ik laat het gewoon om tegen de trap. Ja. Het is hem. Ja, ik zie je. Ja. Hier ben ik nou mijn bed vanuit gekomen. Ja, het is onderhand wel ietsje later geworden, want je mag niet om 5:00 s'nachts op het circuit racen. Nee, ja. We moesten even wachten. Ja, dat had je wel even mogen zeggen van tevoren. Maar het is wel een beetje moeilijk, hè, met regen. Ja, ik hoop dat Rick het allemaal... Het wegrijden is al moeilijk. Ik hoop dat het hem dat lukt. Maar ja, hij heeft wel wat ervaring, dus wie weet gaat het allemaal goed. Maar je staat op sliks, dus je moet inderdaad even opletten dat je niet meteen wegglijdt. Want je hebt totaal geen grip. Nee, daarom, dus dat is wel... Je gaat als het ware drijven. Het zijn net 4 luchtbedjes. Ja, daarom is... Dus ik wil je niet pushen, maar dan halen we de krant. Ga lekker zitten. Here we go, crazy about a shark dance, man. Succes, hè? Hij kan het gewoon!
jou. Ging het goed, Rick? Geweldig. Ja? Echt. Ja, ik ben blij dat je me hebt wakker gemaakt. Echt? Is dit nou zo leuk? Ja, dit is super. Moet jij ook even? Nou ja, maar dan lig ik ongeveer hier. Ik bedoel, dit is niet voor mij gebouwd. Maar wat voor, wat? Ja, ik weet het niet. Ik kan alleen maar zeggen van, het is het gevoel dat je gewoon, dat je met die auto, dat je alleen daar gewoon rijdt. En dat je dat gevoel, die power hebt. En ook een beetje het voelt van, ja, dit is natuurlijk nu ongelooflijk slecht weer. En glad en dat je toch kikker is dat je daar gewoon elke keer weer goed doorheen komt door zo'n bocht. En je voelt dat vermogen en dat je gas geeft op. Wauw, daar ga je. Dus natuurlijk. Dit is natuurlijk uiteindelijk je doel. Dit is natuurlijk echt autoracen. Ja. Ja, inderdaad. Maar dat andere vind ik ook heel leuk. Het is een mooie surrogaat. Hey, ik zeg het echt. Je bent een stuk opgeknapt in die afgelopen uren. Nat. Doe nog even lekker op en rij nog even één rondje. Want ik denk dat je het een tijdje moet missen. Ik heb nog één keer om af te leren. Ja, gewoon nog Bart, bedankt voor deze ochtend. Niks te danken, Rick. Oké.